Goedemiddag, het is weekend. Welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Tenminste, goedemiddag. Het is goedenavond, want het is 7:05. Het was vandaag lekker vrij. Dat hebben jullie aan het eind van de weekvlog kunnen zien. Ook dat ik een beetje vergeten was te vloggen. En eigenlijk daarna was dat weer een beetje het geval. Tenminste, ik heb gefietst samen met mijn ouders en Tim. Was erg leuk. En daarna was ik zo moe. Dat ik er niet aan gedacht heb om de camera te pakken. We hebben net lekker gegeten. Mijn vader had pannenkoeken gebakken. Dus ik heb een paar pannenkoeken op. Dus dat betekende dat ik de rest van de dag een beetje rustig aan moest doen. En dat, nou ja, is gelukt. Ik zit nog steeds binnen mijn max, zullen we maar zeggen. Ik ben Samsam aan het kijken. Dat staat nu bij Videoland erop. Zo'n Videoland abonnement. En ja, jullie weten het, ik heb gewoon een zwak voor Nederlandse series. Ik vind het zo grappig. Dus lekker spelletje te doen. En zo kom ik mijn vrijdagavond wel door. Morgen gaan we weer fietsen. Dan gaan we naar Hoek van Holland fietsen waarschijnlijk. Ik wil even naar Schapino, want daar heb ik hele leuke dingen gezien. Kleding en schoenen en zo. En ze zitten hier niet echt meer in de buurt. Dus ik denk dat daar de dichtstbijzijnde is. Weet ik niet zeker. Maar nou ja, maakt ook niet uit. We gaan er in ieder geval heen fietsen. Dus dat is leuk. En morgenavond gaan we lekker uit eten. En dan gaan we naar Laura en Roy. Even verder de uitnodigingen verder afmaken. En die moesten nog in elkaar gezet worden. En de bedankjes en zo. Daar waren ze vorige week al mee begonnen. En morgen ga ik even helpen. Dus nou, lekker weekend wel weer voor de boeg. En toen viel de camera uit. ik heb morgen een klusje van mijn werk. Wat ik heb gefilmd van de week. En dat moet ik dus nog editen. Maar dat is niet zoveel werk. Want het is maar 4 minuten of zo. Maar ik moet dat hele filmpje ondertitelen. En het is niet een filmpje wat op Facebook. Op YouTube komt. Dus ja, dan schijnt het best wel. Dus het moet in het editprogramma ondertiteld worden. En dat schijnt best wel een klus te zijn. Maar gelukkig gaat Ronald van Helemaal Ronald me daar even bij helpen. Dus ja, die schat weet altijd wel raad. Dus dat is fijn. En zo heb ik er nog wel een paar. Suzanne en Janneke en Tineke. We hebben best wel echt heel erg leuk contact. En we helpen elkaar altijd met dit soort dingen. Dus dat is wel echt heel fijn. Dus ik zit nu lekker even aan mijn kopje koffie. Dan ga ik me aankleden, ontbijten. En dan ga ik even kijken hoe het logeerpartijtje beneden is geweest. Mijn neefjes hebben bij mijn ouders gelogeerd. En dan eens even horen hoe laat zij de kans zien om richting Hoek van Holland te gaan. Maar het is nu pas 9:50, dus we hebben alle tijd. Zo, inmiddels aangekleed. Mijn haar een keertje vastgedaan. Volgens mij vind ik het eigenlijk wel leuk. Geen idee hoe het er echt aan de achterkant aan uitziet. Maar ik heb het met 2 clipjes vastgezet. Dus een klein beetje opgemaakt. Niet eens zo heel veel. Maar een beetje BB cream en blush en highlighter en mascara en lippenstift. Nou ja, niet zo heel veel, zegt ze dan. In ieder geval als ik echt helemaal ga, is het nog veel meer. Maar daar heb ik de laatste tijd gewoon niet meer zoveel zin in. En ik vind dit dan wel een goed alternatief. Want ja, het ziet er toch wel iets beter uit dan helemaal niks. Dat zie ik zelf ook wel. Maar ja, het is vaak een kwestie van zin hebben. Zo, hoor dan. Dat zijn meeuwen. Kijk. Die gaan helemaal los. Kan je het zien? Geen idee, want meestal doen ze dat hier op donderdag. Want dan staat alle vuilnis buiten. Die trekken ze dan altijd helemaal open. Heel fijn. Moeten we weer binnenkort aan de gele zakken. Die hebben we hier, zodat ze niet open trekken. Gek genoeg, dan krijgen we gele vuilniszakken. Daar moet je dan je vuilnis in buiten zetten. En daar blijven ze dan vanaf. De gewone vuilniszakken trekken ze helemaal open. Maar gele vuilniszakken daar, dat zien ze niet. Die kleur kunnen ze niet zien ofzo. En het werkt echt, want ze blijven er echt vanaf. Echt heel grappig. Nou, ik ga even mijn ontbijtje opeten. Ik zit nog steeds, ik weet niet of je dat kan zien, naar Samsam te kijken.
Ja, gewoon leuk. Ik weet niet waarom ik het leuk vind, maar ik vind het leuk. En dan is horen hoe het beneden geweest is. Ik kreeg net al een foto van de twee heren die gezellig samen in bad zaten. Dus, nou, die hebben het leuk. Dus dat is helemaal mooi. En dan even kijken hoe laat we gaan fietsen. We zijn naar Van Holland gefietst. Het is gelukt. Het is veel dichterbij dan ik eigenlijk dacht. Kijk, mama is er ook. Hoi, hoi. En papa is daarachter even naar de Albert Heijn. Want ik had mijn brood meegenomen. Dus zij gaan ook even wat eten halen. En even wat drinken, want ik heb echt enorme dorst. Maar we gingen dus even naar Scapino. Omdat ik dus heel veel dingen daar gezien had die ik leuk vond. Maar ik heb één truitje gekocht. De rest paste niet, helaas. Dus we zijn min of meer voor niks gefietst. Nee hoor, een heerlijke rit. Maar het was alsnog een lekker ritje. Dus kijk, en dit stangetje dus. Daar moet papa een keer iets op monteren. Zodat jullie zo kunnen. Of andersom. En dan kan je zien waar we fietsen. Maar dat komt nog. Zo, alweer een poosje later. Ik ben weer thuis van het fietsen. Het was heerlijk, maar ik had even hele dikke stress. Want ik was beelden kwijt. Ach, van mijn weekvlog, maar ook van mijn werk. En nou, blijkbaar heb ik ze gefilmd met mijn camera op een verkeerde stand. Maar ik heb ze wel terug kunnen vinden. En ik ben nu de weekvlog aan het renderen, dus die heb ik al geëdit. En dat lijkt goed te gaan, dus nou, laten we het hopen. Dus ik ga nog even de thumbnail maken en dan kan die voor morgenochtend online. Daar ben ik wel blij mee. 30 kilometer gefietst, jongens. Woehoe! Echt heel tof. Ja, ik fiets wel met ondersteuning, maar ik ben van mening dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Want het gaat meer om de snelheid die ik dan kan maken. Maar de kracht die ik lever, die lever ik volgens mij nog steeds. Ik heb in ieder geval goed moeie spieren en... Ik ben ook wel echt moe. Maar goed, straks nog een stukje fietsen. Want we gaan ook naar het restaurant. Ik ga straks uit eten dan met mijn ouders en Laura en Roy. Om daarna nog even voor hun. Dat heb ik al 10 keer verteld. En dat gaan we ook op de fiets doen. Die zie je niet zo ver uit de buurt. Maar het is toch weer een stukje fietsen. Dus nou ja, dan kan ik vanavond met een gerust hart wat lekkers eten. Zo, en na al die fietsarbeid zitten we nu lekker. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hi, hi. Proost, hè? Ja, als je zover fietst, hè, dan moet je natuurlijk wel goed eten. Ja, precies. Dat ga ik nu ook zeker doen. Ik ga er lekker van genieten. Ik ga nergens op letten. Heb je nu geen spierpijn in je armen? Ja, ik heb wijd spierpijn. Mijn spierballen doen zeer. Het smakelijk. Morgen weer fietsen? Nee, niet morgen weer fietsen. Daar. Pas niet meer op zijn bord. Nou, we zijn uitgevreugeld met Sanne. Ik kan de tafel niet laten zien, maar hoe is het gegaan? Ja, goed. Heel goed. We zijn heel goed. We zijn heel goed. Oh, mama, kan ik net nog wel filmen? We zijn... Ik heb net een hele terug gehoord. Nee, niet natuurlijk. Ja, wel vanaf de andere kant, denk ik. Ik zeg alleen... Even wachten. Bloed, zweet en tranen. Ja, zo zie je ook nog niks. Zo kan het allemaal net. Hoi, hoi. Ja. En zo weer. Ja, zo zie je allemaal net niks. Dus dat is mooi. Zijn we klaar? Ja. Oh, gelukkig. Goedemorgen. Even... mijn serie uitzetten. Het is 8:55 en op die klok, en dat vind ik altijd zo frustrerend, in de wintertijd vind ik dat altijd fijn, maar nu, en daar is 8:55. Dat uur, jongens. Maar goed, ik moest mijn vlog opnieuw editen, er was iets misgegaan en ik had die bestanden ook niet bewaard, nou, het is niet helemaal lekker gegaan, maar goed. Die staat nu opnieuw te renderen. Dus die gooi ik straks gelijk online. En dan wordt de rest van mijn dag vandaag het ondertitelen van een filmpje voor mijn werk. Ik heb net even gevideobeld met Ronald. Die heeft me even laten zien hoe ik het moet doen.
Wat een klus. Nou, dat wordt echt wel een hele klus. Maar goed, het moet gebeuren. Dus ik kijk gewoon hoe ver ik kom. Ik heb de hele dag de tijd. Ik heb op zich geen andere plannen vandaag. Ik ga niet fietsen, want ja, die rit van gisteren vond ik even genoeg. En dan ga ik kijken hoe ver ik hiermee kom. Ik denk wel dat ik het afkrijg vandaag. Tenminste, dat hoop ik wel. Maar goed, eerst even. Waar staat mijn... Oh, hier staat hij. Zie je hem daar vandaan? Nee. Daar. Nee. Nou, koffie. En ontbijt. En dan rustig aan de dag beginnen. Het is tenslotte zondag, vind je niet? Zo. Nou, zoals je daar kan zien is het al avond. Het is al 6:15. Wat een koleren klus is dat, zegt dat ondertitel. Ik ben er al de hele dag mee bezig. En dus niet gevlogd, want ik heb echt letterlijk alleen maar dat gedaan. Maar goed, maakt niet uit. Ik zou jullie nog even laten zien wat ik gisteren gekocht heb. Dit truitje dus. Even wachten hoor. Ik denk, laat het even leuk zien, maar dat is niet helemaal moet, werkt. Nou ja, dat was het enige truitje wat paste. Echt, Scapino die hanteert maten waarvan ik denk, hè? Nou ja, maakt niet uit. Ik heb het geprobeerd en... Misschien over een paar maanden past het wel. Je weet het maar nooit. Want het was allemaal net wel, net niet. Maar dan voel ik me er toch niet comfortabel in. En dan doe ik het liever niet. Ja, en dan ga ik nu lekker een bakkie zetten. Ik heb lekker net gegeten bij Pama. Ze hadden bloemkool. Oh, dat vind ik zo lekker. Hè? Dat kan ik nou letterlijk iedere dag eten. In deze periode dan. Want we halen dan... De jonge kaskool, zoals mijn vader dat noemt. Ik heb er niet heel veel verstand van. Oh jongens, als je denkt, wat hoor ik? Ik heb zo'n fidget cube gekocht. Die waren in de aanbieding bij de kruidvat. Maar ik snap wel dat mensen dit lekker vinden. Want ik zit er ook de hele dag een beetje mee te klooien. Volgens mij is dit ook ideaal als je net gestopt bent met roken of zo. En je wil wat te doen hebben. Dan volgens mij is dat wel ideaal. Maar wat was ik nou aan het ver... Oh, wat heb ik nou weer? Oh, ik drukte een knopje in. Wat was ik nou aan het vertellen? Ik weet het even niet meer. Huh? Bloemkool. Oh ja, kaskool. Wij wonen hier vlakbij het Westland. En daar verkopen de tuinders de bloemkool vanuit de kas. Zo lekker aan straat, zeg maar, met zo'n kraampje. En dat is toch wel erg lekker hoor. Dan proef je dat verschil proef je wel heel goed met de bloemkool die je in de winkel koopt. Maar sowieso vind ik bloemkool heel erg lekker. Dus dat hebben we heerlijk gegeten. En dan vanavond weer de mol. Oh, wat heb ik daar weer zin in jongens. Vorige week was ook weer een heel spannende aflevering met een enorm spannend einde. Dus ik ben echt heel nieuwsgierig. En... Ja, dan donderdag weer de podcast, de Trust Nobody podcast. Dat is een podcast van 3 molloten. Die maken iedere week naar aanleiding van de aflevering van Wie is de Mol of de Mol. Want ze doen het dus voor Nederland en België. Maken ze een aflevering waarin ze de aflevering eigenlijk gaan analyseren. Hun verdenkingen gaan uitspreken, theorieën gaan bespreken. Echt heel erg leuk. Dus als je van podcast houdt en van Wie is de Mol, Trust Nobody is echt een aanrader wat dat betreft. En voor de rest ga ik weer verder met mijn klusje. Heel leuk. Nou, nog eventjes hoor. En als ik het niet afkrijg, dan is morgen weer een dag. En koffie. Ook lekker. En toen was het alweer maandagavond. Echt gisteren weer vergeten af te sluiten. Nou had ik gisteren ook niet mijn beste dag. Tenminste, niet dat het slecht ging of zo. Maar ik had gewoon echt een onwijze hangdag. Plus dat ik die klus had waar ik heel druk mee was. Dus weinig gevlogd. En gisteravond zat ik op de mol te wachten. En dat kwam ook maar niet. Dus die moet ik ook nog kijken. Dus dat hoop ik vanavond te kunnen doen. Dus, en op een gegeven moment ben ik naar bed gegaan. En vanochtend dacht ik, oh ja, dat. Maar goed, in ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze weekendvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als dat zo is, doe je duim omhoog.
En abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt, want we zijn weer een klein beetje aan het zakken. Wat helemaal niet erg is, maar ja, ik zou het leuk vinden als er weer wat abonnees bijkomen. En dan zie ik je in een volgende vlog of video. Doei doei!